Ik heb op internet gereageerd op de woonruimte die hier beschikbaar zou zijn. Heb je al betaald? Nee, ik heb niet betaald, want ik vertrouwde het zelf niet helemaal. Als het mooi klinkt om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk ook zo. Ik sta nu op een zwarte lijst op internet. Ik dacht, nou, lucky shot van al die mensen die daar waren, toen heb ik een kamer gekregen. Ze zijn op zoek naar slechts 12 vierkante meter, een bed en een bureau. Maar zelfs dit is met de woningnood in de grote steden vrijwel onbereikbaar. Voor studenten en starters die de wanhoop nabij zijn, biedt het internet uitkomst bij hun zoektocht. Maar hoe veilig is dit? Netwerk gaat op kamerjacht in Amsterdam.